Zorgen over Utrechtse jihadstrijders. En geen zwakke scholen meer in Utrecht. Goedemiddag, u kijkt naar U Vandaag. Terreurverdachte Zaid K. uit de Utrechtse wijk Overvecht was al langer in beeld bij gemeente en justitie. Dat zegt burgemeester Van Zanen. De 18-jarige jongen radicaliseerde in korte tijd en verdween afgelopen september. Gisteren deed de politie een inval in het huis van zijn ouders. De zorgen over radicalisering in Utrecht nemen toe. Maar de burgemeester zegt er alles aan te doen om dat te voorkomen. Ik ben niet blij met het bericht. Een diepe zucht van burgemeester Van Zanen. Een van zijn inwoners is vertrokken naar het buitenland. Mogelijk voor deelname aan de jihad. Ja, we wisten dat ook in Nederland er uitreizigers waren, waaronder in Utrecht. Zaid K. is al een half jaar niet meer gezien bij zijn ouderlijk huis in Overvecht. Gemeente en justitie houden hem dan al in de gaten. En we kenden hem omdat zijn ouders in september hem als vermist hebben gemeld. Gisteren deed de politie een inval in het huis van zijn ouders. Ze namen laptops en papieren mee. Aanleiding is de antiterreuractie in het Belgische Verviers, want daar dook Zaid zijn paspoort op. Moeten mensen zich zorgen maken in Overweg wonen of in andere wijken van Utrecht? Nee, natuurlijk moet je je zorgen maken, want we hebben allemaal gezien de beelden van Parijs en het leed. Tegelijkertijd zegt de burgemeester dat gemeente, politie en justitie er alles aan doen om radicalisering van jongeren tegen te gaan. Maar, zegt hij... Maar helemaal voorkomen en bestrijden kun je het niet. En zo denken VVD en GroenLinks in de Utrechtse Raad er ook over. Maar oppositiepartijen, CDA en PvdA, zijn niet overtuigd of de gemeente er wel echt bovenop zit. Nou, ik ben daar nog niet zeker van, dus dat wil ik wel ook echt zeker weten. Ik denk dat de burgemeester is het boegbeeld van de gemeente in deze. Is ook verantwoordelijk voor het beleid wat we hierop voeren. En daar mag echt een schepje bovenop. De burgemeester doet een oproep aan de inwoners. Wees waakzaam en alert. Maar pak wel de draad weer op. Op school, op je werk, met je vrienden of wat je ook doet. En Utrecht heeft contact met de familie van Zaid. Het is onduidelijk waar de 18-jarige jongen nu is. Verschillende media zeggen dat hij in Spanje zou zijn. De staking van medewerkers van geldtransporteur Brinks gaat vandaag verder in Houten. Volgens de vakbond worden parkeerautomaten in een paar regio's niet leeggehaald. Verder gaan sommige transporten niet door. Werknemers zijn boos omdat 650 collega's hun baan kwijtraken en er volgens hen geen goede regelingen zijn getroffen. Ook dit jaar stoppen er minder treinen op station Overvecht in Utrecht. Volgens de NS moet eerst het werk aan de sporen en wissels op Utrecht Centraal afgemaakt worden. Tot die tijd zullen treinen station Overvecht regelmatig voorbij rijden, omdat ze anders te veel vertraging oplopen. Een kleine 40 hondenuitlaatservices hebben toestemming gekregen om honden in het bos te laten lopen. Er was kritiek op deze bedrijven die vaak met grote groepen viervoeters de Utrechtse bossen ingaan. Recreanten hebben daar last van en wilden dieren worden opgejaagd. Met een vergunning van Staatsbosbeheer mogen ze op gezette tijden de natuur in. Onder meer in Utrecht-Noord en de Utrechtse Heuvelrug-Noord. De politie heeft bewakingsbeelden vrijgegeven van een bende dieseldieven in Nieuwegein. Deze bende sloeg meerdere keren toe bij Total Tankstation aan de Graaf Florisweg. In totaal stalen ze zeker een kleine 8000 liter brandstof. Dit zijn beelden van de eerste diefstal in de nacht van 25 op 26 oktober vorig jaar. Een van de daders zorgt met een stok ervoor dat de bewakingscamera een andere kant op staat. De diesel wordt vervolgens in een witte bestelbus overgepompt en die zien we hier rijden. En zometeen in het bureau Hengeveld meer bewakingsbeelden. Sagarko, waar ga je het nog meer over hebben? Nou Rob, we gaan het ook hebben over die grote brand in Zeist vorig jaar. Die brand werd veroorzaakt door een enorme explosie in een slagerij. We hebben nu het bewakingsbeeld. Dat laten we voor het eerst zien van een man die zich verdacht ophoudt in de buurt. Vlak voor en vlak na die explosie. Die man die heeft er zeker iets mee te maken. Ook bewakingsbeeld van een man die een gewapende overval pleegt op een kiosk in IJsselstein. De medewerkster van de kiosk is helemaal in shock achtergebleven. En ja, we moeten die overvaller echt zien te pakken. We gaan ook weer op stap met de sociale recherche. De rechercheurs hebben de man op de korrel die een uitkering ontvangt, maar daarnaast ook zwart bijklust. En dat mag natuurlijk niet. Nou, Jacqueline van Houten van de politie Midden-Nederland die schuift straks bij mij aan. Met haar neem ik alle zaken door en samen hopen we uiteraard weer op heel veel goede tips. Sagarko, dankjewel voor nu.
Utrecht is de eerste grote stad zonder zwakke basisscholen. Dat komt omdat het beter gaat met het El Ambra en OBS Het Zand. Zij ging het afgelopen jaar van zwak naar voldoende. Dat blijkt uit onderzoek van de onderwijsinspectie. Utrecht heeft de afgelopen jaren veel gedaan om de scholen op niveau te krijgen. Zo is geïnvesteerd in de onderwijzers en hebben leerlingen extra ondersteuning gekregen. 4 jaar geleden waren er nog zo'n 10 zwakke basisscholen in de stad Utrecht. Dan krijgt u tot slot nog het weer. De zon laat zich geregeld zien. De wind is zwak en komt uit het zuidoosten en het is maximaal 3 graden. Vanavond en vannacht wordt het bewolkt en duikt de temperatuur naar -3. Tot zover deze uur vandaag. Om 5 uur dan zijn we er weer met onze uitgebreide uitzending. Heel graag tot dan.